Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Echte Nijmegenaren zingen dit lied vanzelf mee. En nu is Al moet ik kruipen samen met bedenker Gladys van Nimwegen vereeuwigd in tin. Zijn zoon en schoondochter vinden het prachtig. Ah, ik vind hem schitterend. Hij lijkt echt... Ja, gewoon geweldig. Geweldig gemaakt. Ik werd er gewoon emotioneel van. We zien een hele hoop van pa. Het wordt gezongen. Het wordt gespeeld door een muzikant, door een straatmuzikant. Maar hier ben ik heel blij mee. Super. Gladys van Nimwegen was een buutredner, een tonparater. En eigenlijk een icoon voor Nijmegen. Hij heeft uiteindelijk het Nijmeegs volkslied gemaakt. Al moet ik kruipen. Wat zowel bij NIC als nu hier bij de Vierdaagse, maar ook met de carnaval. En eigenlijk ja, iedere Nijmegenaar, of Nimwegenaar zoals wij het zeggen, kent het lied. Zing je het liedje zelf wel eens? Nee, nooit. Nee? Nee, nee. Is me wel gevraagd, maar ik kan niet zingen. Toch maar niet. Nee, toch maar niet. Nee, moet ze ook niet willen. Nee, nee. Tingieterij De Roos maakte al eerder 9 andere beeldjes die met de Vierdaagse te maken hebben. Gladys is de afsluiting van die serie. Een serie van 10 was mooi. Een grotere Nijmegenaar in onze ogen is er denk ik niet. Dus hij verdient in ieder geval een standbeeld. Maar ook zeer zeker een beeldje waar hij zelf helemaal op staat. Ja, ik zal er heel trots op wezen. Ja. Dat vind ik geweldig. Hij zou zeggen, ik krijg pijn in mijn rug. Laat me maar lopen. De beeldjes zijn te koop via de webshop van De Roos en tijdens de Vierdaagse ook bij 2 stands in de binnenstad.